prachtig verlopen. Onvoorstelbaar veel mensen. Onvoorstelbaar veel jonge mensen, jonge boeren en boerinnen en vissers. En tot nu toe, ja, geen wanklank. U ging nogal tekeer tegen de grote stad en het platteland en de dorpen. Ja, ik ging met name tekeer tegen een deel van de Haag, van het Haagse wereldje. En van het Haagse politieke wereldje, wat losgeslagen is van de burger en in het bijzonder ook van de boer. Wordt dat groter dan een paar jaar geleden? Ja, dat is groter aan het worden. Dat is een soort fanatisme bij een deel van de politiek om alles wat je ook maar kunt toeschuiven naar de agrarische sector, om dat te doen. En dan heel vaak met de verborgen agenda, minder boeren, minder dieren. En daar ben ik ontzettend boos over. En ook het opzetten van burgers tegenover de boeren. Er kunnen geen woningen worden gebouwd omdat de boeren een probleem veroorzaken. De natuur die heeft te lijden omdat de boeren een probleem veroorzaken. Daarmee zet je wel de gewone mensen op tegen de boeren. Daar ben ik heel erg boos over. Denkt u dat zo'n actie als vandaag helpt? Ja, dit gaat helpen. Door de massaliteit, door de breedte, want alle sectoren van de agrarische wereld zijn erbij betrokken. En dit gaat absoluut helpen. En ik denk ook dat ook de belangenbehartiging, ook laat ik zeggen, hier ook weer een les uit moet leren. Dat je soms ook als belangenbehartigingsorganisatie moet zeggen, hier is een streep, vuist op tafel, ik doe niet mee aan dit overleg. Het is uw probleem, heren, dames van de politiek, niet het onze. Red u zich er maar mee. Wij gaan werken.